En als ze de laatste bocht in draaien, is nog altijd de leider Beauty Flowers CG. Inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde Ian Stardust. Daarachter volgt Iowa River. En daarachter een hele tijd niets galoppaden van Hickory Forest in de laatste bocht. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde Beauty Flowers CG. Aan de buitenkant de druk nog altijd van Ian Stardust. Ian Stardust blijft aandringen aan de buitenzijde. Is er nu naast gekomen. Ian Stardust neemt nu een klein voorsprongetje. Ian Stardust, John de Leeuw, heeft wat last als hij zelf moet lopen. Maar zijn paarden hebben daar geen last van. Ian Stardust wint heel makkelijk. Tweede plaats, Beauty Flowers CG. Derde vlak daarachter, Iowa River. Goed gelopen. Moeten nog heel even wachten met huldigen. Wordt nog heel even gekeken naar de beelden. De winnaar kan wel worden gehuldigd. Die wordt niet langer bekeken, want die ging vlekkeloos in de ronde met John de Leeuw. Wint hier in 1.20 rond. Mooi nieuws voor het INI-syndicaat, want deze Ian Stardust maakt deel uit van dat INI-syndicaat. Het zijn twee paarden. In de volgende koers komt u Idio Boko tegen. Die beide paarden zijn in 60 delen opgedeeld namens Stal PD. En dit is een succes van die beide paarden. Ian Stardust wint dus hier zijn allereerste start in 2018. En dat is mooi nieuws. Ook mooi nieuws voor Bas Huibers, want hij is vandaag jarig, maar hij is een van de 60 mensen die deelneemt aan dit syndicaat. En hij ziet dus hier voor de eerste keer zijn paard winnen, deze Ian Stardust. We lopen een klein stukje die kant op, maar de microfoon doet wat raar, dus af en toe hoort hij wat gekraakt. Dat komt allemaal uit deze microfoon. Dan zullen we nog even gaan naar John, want zoals gezegd, hij is geruimd, dan is hij een stuk beter en dan kan hij beter het hoofd bij het werk houden. Dat klopt toch? Ja, dat klopt zeer zeker. Dank u wel. Ja, dat klopt zeer zeker. Hij was er goed bij nu en dan blijkt ook wel dat hij veel klasse heeft. Hij heeft zeker veel klasse. Een bijzonder goed paard en in deze koers, hij maakt het heel sterk af. Ja, het tempo lag niet zo erg hoog en hij werd een beetje driftig. Vooral dat André hier voor de tribune op kwam rijden. Die sprong eruit, die brak uit. En toen ben ik eigenlijk alleen maar een beetje tempo gaan verhogen. En ik denk, ja, twee zijn we altijd natuurlijk, maar we kunnen ook. Dankjewel, lopen we nog even naar Bas Krebas, want nog een paard uit dat INI-syndicaat, en die heet Boko, die loopt in de volgende koers. Direct een quick double? Laten we het hopen, het zou het allermooiste zijn natuurlijk, maar ik ben hier al heel blij mee. Ja, zeer tevreden nu. Kijk, zeer tevreden, dan gaan we direct een groot applaus laten horen voor Ian Stardust en John de Leeuw. Het bezit van Stal PD wordt getraind door Bas Krebas, gereden door John de Leeuw. De tijd was 21 rond. Starter beslist in zo'n geval en die geeft gas. En de start is gevallen. Start valt en Beauty Flowers CG neemt de leiding. Aan de buitenzijde Ian Stardust. Daarachter volgt aan de relingzijde Hickory Forest. En heel snel gaat naar voren Iowa River. Zo gaan de paarden de bocht in. En de leiding is daar in handen van de favoriet Beauty Flowers CG. Daarachter op de tweede plaats Ian Stardust. Dan volgt Iowa River. Dan volgt Hickory Forest. Daarachter volgt André Bakker. André onderweg met Harold Scott. En daarachter volgt dan nog één deelnemer die heel rustig op de been is gebracht door Sean Dekker. En dat is Curtis Somoli. Daar komen ze de deelnemer tegen die aan de start is blijven staan. Dat is Ronald de Beer zijn paard. Ronald gaat gelukkig even gras op, zodat het veld hem niet al te dicht nadert. En de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune door. Robin Bakker kijkt ook even en denkt, hé, een tegenligger, dat zie je niet vaak. En zo gaan ze de laatste ronde in. Beauty Flower CG, die leidt aan de buitenzijde, gaat nu heel sterk naar voren. Harold Scott. Harold Scott gaat naar het derde spoor, want in het tweede spoor is inmiddels genomen Ian Stardust. En zo gaan de paarden de voorlaatste bocht in. Leiding in handen van Beauty Flowers CG. Galoppaat in de bocht van Harold Scott. Die brak daar een beetje uit. En verliest daardoor zijn positie. Ligt nu laatste van het veld. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde in. Leiding nog altijd in handen van Beauty Flowers CG. Aan de buitenkant daarnaast Ian Stardust. Daarachter volgt op de derde plaats Iowa River. Dan een klein gaatje naar Hickory Forest. En dan een gaatje naar de rest van het veld. En zo zijn de deelnemers halverwege de rechte lijn overzijde. Bij 1100 meter koers gehad. Nog 600 meter te gaan. En aan de relingzijde staat wel degelijk Beauty Flowers CG onder druk. Buitenzijde wordt uitgeschakeld onder nummer 4. Glap nummer 4. Wordt hij onder druk gezet door Ian Stardust. Daarachter sluit hij ook aan bij de kopgroep Iowa River. Die drie paarden liggen dicht bij elkaar. Gaan de laatste bocht in. Hickory Forest op plaats 4. En als ze de laatste bocht in draaien is nog altijd de leider Beauty Flowers CG. Inmiddels is hij halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde Ian Stardust. Daarachter volgt Iowa River. En daarachter een hele tijd niets galoppaden van Hickory Forest in de laatste bocht. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde Beauty Flowers CG. Aan de buitenkant de druk nog altijd van Ian Stardust. Ian Stardust blijft aandringen aan de buitenzijde. Is er nu naast gekomen. Ian Stardust neemt nu een klein voorsprongetje.
Ian Stardust, John de Leeuw, heeft wat last als hij zelf moet lopen. Maar zijn paarden hebben daar geen last van. Ian Stardust wint heel makkelijk. Tweede plaats, Beauty Flower CG. Derde vlak daarachter, Iowa River, goed gelopen. En de vierde plaats, ondanks een galoppade, voor Harold Scott.